Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Nee, ik moet echt om mijn cholesterol denken. En alweer wordt een gevuld ei afgewezen. Zonde. Want je lichaam maakt 70-80% van het cholesterol zelf aan. En niet voor niks. Want het heeft het nodig. Je voeding speelt dus niet zo'n grote rol als voorheen steeds gedacht is. Eet dus rustig een garnaal of een mossel of een gevuld ei. Of misschien wel orgaanvlees dat rijk is aan cholesterol. Zoals echte cervelaat van hersenen. Hersenen. Daar zit veel cholesterol in. Ook die van ons. Dus wat zou het opleveren om cholesterolverlagende middelen te slikken? Zoals statines, Lipitor. Juist, het tast je hersenen aan. En dat is inmiddels al bekend. En niet alleen dat. Het tast ook spierweefsel aan. En ons hart is ook spierweefsel. Dus wat schiet je op? En het rijtje gaat nog verder. Je wordt er zelfs impotent van. Nou, als je nog geen hartklachten had, dan krijg je het daar wel van. Zoals zo vaak gaat men weer over tot symptoombestrijding. Het is alsof telkens wanneer er brand uitbreekt en de brandweer er is, de brandweer als veroorzaker wordt aangewezen en dat de brandweer wordt bestreden. Nee, een goede arts die vraagt hoeveel stress er is bij iemand in zijn leven. En ga dan eens ook doorvragen wat iemand zo op een dag eet. Want met je voeding valt nog een hoop te bereiken. Zo doe je er goed aan om allerlei onnatuurlijke vetsoorten, in margarine, in frituurolie, zonnebloemolie, is ook niet zo goed vanwege de omega 6, om dat uit je dieet te schrappen. Of al die koolhydraten van brood, aardappelen, rijst, pasta. En suiker. Dat doet de burger geen goed. Maar als je fruit en groenten gaat eten, en gezond vet, zoals boter, en kokosolie, reuzel, dat doet je hart juist weer wel goed. Want je hart heeft ook vet nodig. En natuurlijk, je kunt je vis eten, garnalen, mosselen, en niet te vergeten, het eitje. Al dan niet gevuld. Eet ze